Hey, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. We zijn er weer met een nieuw product van het Kruidvat, de gaming headset. In ieder geval de gaming line van het Kruidvat. We hebben al veel van dit soort headsets gereviewd van diverse soorten merken en andere winkels. Maar ik was gewoon heel erg benieuwd of deze Kruidvat RGB gaming headset de moeite waard is om op te pikken. Hij zag er best wel comfortabel uit en ik denk, joh, wat zijn de features van dit en wat gaan we dan krijgen? Voor een 1499, wat gaan we dan krijgen? Voor de verpakking krijgen wij RGB verlichting. Hij is in ieder geval een headset die over je oren heen gaat, wat ik persoonlijk wel fijn vind. Dan krijgen we in ieder geval extra comfort. Dan hebben we 2 meter kabel en hij is plug and play ready. Maar goed, het is allemaal wel leuk wat er op de verpakking staat. Eerst zien, dan geloven. Laten we daar maar eens even op houden. Eens eventjes kijken, dan gaan we eens even om opensnijden. Ja, en voor de rest, het is natuurlijk allemaal wel budget, dus je moet er allemaal niet super audio kwaliteit voor verwachten. Qua specificaties, dan gaan we even kijken of we iets aan de handleiding kunnen vinden, want zover ik kan zien, staan er niet echt veel specificaties op. Ja, het is eigenlijk gewoon een standaard verhaal. Misschien in het boekje kunnen we meer vinden. Ze hebben het hier over van, deze is mijn stereo output, hey, dat die speciaal ontwikkeld is voor PC, Xbox, PS4 en PS5. Dus ik vind dat toch wel, een, zoals mooi eigenlijk zeggen, een bold statement. Even kijken, de verpakking op zichzelf ziet er heel erg leuk uit. Volgens mij kost die meer dan heel de headset die erin zit. Nou, er zit dan ook eigenlijk helemaal niks bij als het gaat om een freaking handleiding. Dus er is voor de rest geen informatie beschikbaar. Nou, de eerste indruk moet ik je zeggen, hij ziet er wel heel comfortabel uit. Nou ja, we hebben inderdaad, hij is niet te verwijderen, de microfoon, maar je kan hem wel in een andere positie zetten. Dat is iets wat je niet bij elke versie hebt. Je kan hem niet uittrekken, dat wel. En de kabel zelf, dit is niet zo'n mooie geweven kabeltje. Dat alweer niet, maar het ziet er wel uit als een mooie dikke kabel. Eerst even rekken. Nee, hij stinkt niet. Dat is ook heel belangrijk, soms hebben ze van die stinkkabels. Nou ja, wat we dus gaan krijgen is inclusief een verloopje. Kijk, en dit is hetgene wat ze dus bedoelen, dat je hem kan gebruiken op de PlayStation 4, 5 en dat soort dingen. Je plugt hem eigenlijk in principe gewoon in de controller met deze kabel, dus gelijk voor de audio en de microfoon. Ja, de USB is een beetje raar, want dus dan komt het verhaal, je zit daar met je controller in je handen, die plug je hem in. Dan zit je met die stomme USB-kabel te kijken, want deze is dus niet voor data en geluid. Nee, deze is puur alleen maar voor de RGB-verlichting. Dus ja, dat vind ik dan weer een beetje jammer. Dan hadden ze bij wijze van spreken moeten zeggen, joh, deze gaat in je controller. We geven er een verlengkabel bij. Die kan je wel loskopen bij de Action bijvoorbeeld. Ja, en die pluggen we dan in je PlayStation voor stroom. Ja, het is niet echt helemaal handig. Kijk, natuurlijk voor een computer is het anders. Dan plug je hem gewoon erin. Dan krijg je ook dit verloopje bij. Dan heb je er eentje voor de groene. Is voor de headset, voor het geluid. En dan hebben we in ieder geval deze, de rode, voor de microfoon. Dus ja, dan hebben we wel opties voor. Dit voelt wel heel erg goedkoop aan trouwens. Maar goed, dat kan ook niet anders voor het geld. Maar laten we eens even kijken hoe de verlichting eruit ziet. Dan krijgen we mooie plasticjes hierop. Die er maar half zo op zitten. Alright, nou dit zijn weer geen knoppen. De kasten zelf zijn echt wel gemaakt van plastic. We hebben in ieder geval een volumeregeling hier zo. Dus dat is wel fijn. Dit reikt dan helemaal uit. Dit voelt wel een beetje goedkoop aan. Ja, dat voelt ook heel raar aan. Een soort rubber coating zit hier overheen. Maar zoals je ziet is die vrij flexibel, dus dat is best wel mooi. Nou, laten we hem even opzetten, geluid testen. En dan weet je wat we eerst gaan doen? We eerst kijken hoe het er eigenlijk allemaal uitziet. Ziet het er allemaal tof uit of nou, de verlichting? Kom maar jongens. Zo, dus het eerste wat we gaan doen is even een kabeltje pakken. Nou, pakken we even 5 volt opladertje. Dat is net zo makkelijk voor de stroomvoorziening. En dan pluggen we hem erin. Oeh, dat is wel gaaf. Dat is wel gaaf. Zoals je hier ziet, dit ligt dan ook op. Dat vind ik dan wel een hele vette feature. Dat je deze dan in principe ook oplicht. Dat zijn wel de details, daar hou ik wel van. Nou ja, zoals je ziet is het gewoon een fade-in, fade-out effect. Heel erg gaaf. Meerdere kleuren. We gaan maar even nog meer donkerder maken. En aan beide kanten. Dus het is wel een hele gave feature. Alleen ja, nogmaals, het is niet heel handig gedaan als je hem voor de console wil gebruiken. Dat is wel een feit. Maar in de volgende stap, wat gaan we doen? We hebben nu in ieder geval een Olympic microfoon. Daar ga ik niet mee vergelijken, want ik zeg je eerlijk, dat is een veel te dure microfoon. Dat zijn in principe 2 verschillende werelden. Deze hebben we dat er even opruimen hier zo. En dan gaan we eens eventjes inpluggen in de camera zelf. Dus dat gaan we nou eens eerst even doen. De microfoon erin pluggen en dan kan je horen hoe dit klinkt. Zo, nou in ieder geval, dit is in ieder geval de microfoon. De Olympus. Dan kan je zien dat hij niet naar mij toegericht staat. Nou ja, voor dit is dan eigenlijk de geluidskwaliteit. We gaan hem even iets verder wegzetten. Dat kan je dan wel doen. Voor de rest, de koptelefoon zit wel vrij strak aan de bovenkant. Hij ligt inderdaad over de oren heen. Dus dat is vrij comfortabel. Ik denk van een koptelefoontje waar je eigenlijk een beetje mee aan moet wennen. Maar laten we wat geluids proberen. Daar ben ik nou eens benieuwd naar.
Maar in ieder geval, ik probeer altijd een beetje te laten horen hoe ze klinken. Nou, ik vind wel, ze klinken niet onaardig. De Kruidvat gaming headset, ja, daar moet ik wel zeggen dat er zit best wel wat bas in, niet overmatig veel. En er is ook midden en wat hoog aanwezig. Voor een goedkope headset is het zeker niet verkeerd. Laten we nog een nummertje pakken. Laten we het eens hebben over de verloopstekkerkabel. Ja, helaas, mijn heeft toch een probleempje. Ik merk gewoon dat één van deze stekkers niet helemaal lekker is. Ik heb hem namelijk proberen te beluisteren met het verloopje. Ja, en dat ging de vangmeter. In ieder geval, de microfoon werkt wel. Maar laten we het eens over hebben over hoe comfortabel die nu eigenlijk is. Nou moet ik wel zeggen dat de koptelefoon in het algemeen niet super comfortabel is. Maar er is een maar. Maar niet comfortabel, kom gewoon voor een volwassen of iemand met een groot hoofd. Merk ik gewoon begint hij te klemmen. Vooral hier zo. Normaal gesproken kan je hem aan de zijkanten nog aanpassen. Dat is allemaal niet mogelijk. Dus hij dat betreft wel heel beperkt. En dan merk ik wel een beetje dat het een beetje naadje is. Ik vind hem wel op de oren heel erg lekker liggen. Of beter gezegd over de oren heen. Zoals ze in principe zeiden op de verpakking. Lekker dikke foam. Dus daar zit hij dus wel heel comfortabel. Maar voor de rest vind ik het wel jammer. Want heb je wat groter hoofd. Ja, is dit gewoon niet voldoende. En vooral aan de bovenkant gaat hij gewoon heel klemmen. En is het niet comfortabel. Maar kortom, dit is iets wel wat we gaan krijgen met de RGB Gaming Headset van het Kruidvat. Het is best wel een leuk setje en voor het geld kunnen we dan ook zeker niet klagen. Alleen wat ik gewoon niet snap met deze set, dat ik denk van waarom hebben ze een RGB verlichting weer met zo'n USB kabel? Want dat is gewoon heel vaak niet praktisch. Voor een PC zou het eventueel kunnen, dus dat vind ik dan wel een nadeeltje. Het geluid gaat ook niet super hard, hij is in ieder geval wel hard genoeg. Ik vind het wel een mooie koptelefoon met RGB-verlichting, maar voor mij is die niet heel comfortabel. Dus ik denk dat het echt bedoeld is voor mensen met wat kleinere hoofden. Dat heb ik ook bij meerdere mensen nu geprobeerd met deze headset en dan zit hij wel lekker. In ieder geval, bedankt voor het kijken. Vergeet zeker niet te abonneren. Druk dat belletje, want ik zou het leuk vinden als ik jou weer zie de volgende keer. Maar kortom, dit is iets wel wat we gaan krijgen met de RGB Gaming Headset van het Kruidvat. Het is best wel een leuk setje en voor het geld kunnen we dan ook zeker niet klagen. Alleen wat ik gewoon niet snap met deze set, dat ik denk van waarom hebben ze een RGB-verlichting weer met zo'n USB-kabel? Want dat is gewoon heel vaak niet praktisch. Voor een PC zou het eventueel kunnen, dus dat vind ik dan wel een nadeeltje. Het geluid gaat ook niet super hard, hij is in ieder geval wel hard genoeg. Ik vind het wel een mooie koptelefoon met RGB-verlichting, maar voor mij is die niet heel comfortabel. Dus ik denk dat het echt bedoeld is voor mensen met wat kleinere hoofden. Dat heb ik ook bij meerdere mensen nu geprobeerd met deze headset en dan zit hij wel lekker. In ieder geval, bedankt voor het kijken. Vergeet zeker niet te abonneren. Druk dat belletje, want ik zou het leuk vinden als ik jou weer zie de volgende keer.